Ik zie hier een gouden gloed om een berg. Hoe heet die berg ook weer? De Horeb. De Horeb. In de Sinaï-woestijn. Tafelberg. En is de zon die opkomt hier? Met Katrina Coast. Ja, dit is de zon die opkomt. En jij was daar? De gouden glans, ik was daar, ja. Met een groep mensen. En we zagen, waren in de nacht naar boven geklommen. En 's ochtends zagen we de zon opkomen. En het was een zeer mooi moment. En waarom was het mooi? Omdat het een soort de heiligheid van de plek weergaf. Ja. En de bijzonderheid van datgene wat er op die plek gebeurd is en dat moment. Wat is er op die plek gebeurd? Daar heeft Mozes de stenen tafelen van de berg gehaald. Wauw. En jij was dus gewoon onderdeel van die heiligheid? Op dat moment wel, ja. Ja, hè? Ben je ook een tikkeltje ander mens geworden door die reis? Het inspireert wel, ja. Ja, een ander mens, ja. Of je wordt er in ieder geval wel door geraakt, laat ik het zo zeggen, ja. Wat neem je... Dit is het eindpunt, hè? Of niet? Ja, dit is het eindpunt. Ja. Ik ga nu naar de moskee terug. Oh ja, ja, ja. Nee, maar de kerk toch nog, en de ceremonie in de Domkerk. En Ben? Ja. Veel plezier. Ben. Als je een woord mee moest nemen van die ervaring, dat je in je dagelijks leven meeneemt, wat is dat? Vrede. En nu het duk zit je erop. We gaan een potje maken van de vrede. Maak er een potje van. We gaan hem even in vol ornaat. Gaan we hem ook even laten zien. Ja, met die hoeken vind ik ook. Die hoeken? Ja, ja, die hoeken, ja. Van potje, ja. Ja. Ja, wat zijn die hoeken dan? Eigenlijk alle hoeken van de wereld. Van de... Ja, zoiets. En ja. Ook het uitkijken naar alle uithoeken van de wereld. Van het, vanaf, ja. Ja. Je kan het van alle kanten bekijken, ook nu zeg maar. Ja. Of van een andere kant bekijken. Ja. Oh, het is heel mooi zo. Ja, het is heel. Ik vind het indrukwekkend. Het verhaal ook hoor. Ja, hè? Daar krijg je ook gewoon een gevoel bij, toch? Ja, precies. Ja. Echt gevoel van vrede en heiligheid en zo. Ja, ja, nee, maar dat is ook wat je daar krijgt, zeg maar, dat gevoel. Dat is ook. Het geeft een soort van. Ja, het is een soort van verstild moment daar. Een soort rustig. En je ziet die zon opkomen en dan, nou ja, dan zit je daar een uurtje en dan, ja, we hebben daar wat gebeden en gezongen en toen zijn we weer naar beneden gelopen. Naar het Katharina Klooster om de iconen te bekijken. En we zijn nu bij het Katharina Convent. Dus, bij de Domkerk, ja. Toch? Nee, het Katharina Convent oh, dat is verder. Verderop in de straat. Pardon, foute informatie. Dus, wil je hem even bij je gezicht houden? Oh, dit hoeft trouwens niet. Nee, kijk.